zien daar een mooie versnelling van niemand minder dan Teun Kiviet op het eerste stuk en pakt daarmee de holshot en heeft daar de eerste positie te pakken. Achter zien we de man vanuit, vanuit Erp, dat moet dan Joey Dielissen zijn. En Joey Dielissen is de nummer 2 op dit moment, achtervolgd door de man vanuit Ammerzoden. En Ammerzoden, dat is de 58 van Wino van Rijswijk. De 2.83 van Joey Dielissen op 3. Daar gaat het nog spannend worden, weer al eens als de vierde en de vijfde plaats, maar is het toch een dream team met iemand minder dan Erik Peters die...